Hallo beste Pride-vrienden. We staan hier vandaag donderdag 6 augustus in het MUCA. Normaal gezien zouden we hier allemaal samen zijn voor de openingsreceptie in dit fijne en gastvrije museum. Maar jammer genoeg, zoals jullie kunnen zien, sta ik hier vandaag helemaal alleen. Welkom op Antwerp Pride 2020. We staan hier op het kleurrijke Sint-Jansplein. Normaal gezien het startpunt van onze jaarlijkse parade. Maar jammer genoeg, voor de gekende redenen zullen we dit jaar anders moeten doen. We staan hier aan het eerste van 13 portretten die langsheen de paraderoute zijn geplaatst. Die je op eigen tempo en met je eigen bubbel via de paraderoute kan bekijken en bewonderen. Together is het thema van dit jaar. Hoe ironisch kan het zijn? Normaal gezien, together betekent ook fysisch bij elkaar. In dit geval zijn we fysisch meestal niet bij elkaar. Maar laten we er via de gedachten, via de projecten, via onze social media en ook via ons tv-kanaal toch een gebeurtenis van maken waarin de verbondenheid zegeviert. We zijn hier in de WM-galerij in de Oude Stad. En voor de tweede keer op rij hebben we het genoegen dat de Pride geopend wordt met een speciale, bijzondere tentoonstelling gewijd aan onze Bunny. Cartoons Called Life. Sinds enkele jaren onze vaste mascotte, de Bunny. Allicht kennen jullie hem, haar of hun. Zoals alles, jammer genoeg, niet met een feestelijk glas, niet met een receptie, maar ingetogen kleine bubbel. Maar het goede nieuws is, de tentoonstelling is er en is vanaf vandaag geopend. Dus van harte welkom, maar alsjeblieft respecteer de bubbel. Vandaag gaat het van start. De Pride is begonnen. Happy Pride.